In het Nederlands zijn er 8 tijden van het werkwoord. Die kan je onderverdelen in de onvoltooide tijden en in de voltooide tijden. Van elke soort zijn er 4. Dus 4 onvoltooide tijden, waarvan de benaming met een O begint, en 4 voltooide tijden, waarvan de benaming logischerwijze met een V begint. Binnen zowel de voltooide als de onvoltooide tijden heb je een tegenwoordige tijd met de T, een verleden tijd met de V, een toekomende tijd met TK en, wat een beetje vreemd klinkt, een verleden toekomende tijd met VTK. Om alle afkortingen af te maken, sluiten we af met de T van tijd. Hoe zijn die tijden gestructureerd en gevormd? We gaan ze één voor één overlopen. De OTT is ik werk. De onvoltooid verleden tijd is ik werkte. De onvoltooid toekomende tijd ik zal werken. De onvoltooid verleden toekomende tijd ik zou werken. De voltooid tegenwoordige tijd ik heb gewerkt. Voltooid verleden tijd ik had gewerkt. Voltooid toekomende tijd ik zal gewerkt hebben. En de voltooid verleden toekomende tijd ik zou gewerkt hebben. Het eerste wat opvalt is dat er in de rechterkolom altijd een voltooid deelwoord staat. Gewerkt. Voltooide tijden hebben namelijk altijd een voltooid deelwoord. Dan is het ook logisch dat onvoltooide tijden geen voltooid deelwoord hebben. We kijken verder. Bij een tegenwoordige tijd, zowel de onvoltooid tegenwoordige tijd als de voltooid tegenwoordige tijd, staat de PV in de tegenwoordige tijd. Ik werk en ik heb. Wanneer we kijken naar een verleden tijd, zowel onvoltooid als voltooid, zien we dat hier de PV in de verleden tijd staat. Ik werkte en ik had. In de toekomende tijd is de PV altijd zal of zullen. Ik zal werken en ik zal gewerkt hebben. En dan komen we bij een beetje ons speciaal geval, de verleden toekomende tijd. Daarbij zie je dat de PV zou of zouden is. Hoe komen we nu aan de benaming verleden toekomend? We nemen de PV van de toekomende tijd, zal, en die maken we verleden. De verleden tijd van zal is zou. Hoe gebruiken we die tijden nu en wat betekenen ze? De onvoltooid tegenwoordige tijd gebruiken we wanneer we vertellen over iets wat nu gebeurt en wat op dit moment nog bezig is. Als het nu gebeurt, is het tegenwoordig en als het nog bezig is, is het nog niet voltooid of onvoltooid. Een voorbeeldje, ik slaap. Dat is nu aan het gebeuren en dat is nog niet voorbij. Als we dat op een tijdlijn zien, met heden, verleden en toekomst, is dit het moment waarop we iets vertellen en hetgeen waarover we vertellen valt in deze periode, in het heden. Dus we vertellen op hetzelfde moment als het gebeurt, de OTT. De voltooid tegenwoordige tijd, daarin vertellen we over iets wat nu, op dit moment, al afgelopen is. We vertellen over nu, dus is het tegenwoordig, maar het is al voltooid. Als voorbeeld, ik heb geslapen en ik ben nu dus wakker, want het slapen is voorbij. Als we dat bekijken op een tijdlijn, we vertellen nog altijd op dit moment in het heden, maar we vertellen over een gebeurtenis die juist voorbij is. Ze is niet meer bezig. De voltooid tegenwoordige tijd. In de onvoltooid verleden tijd vertellen we over wat er in het verleden gebeurde en wat op dat moment in het verleden nog bezig was. In het verleden. Verleden tijd, nog bezig, nog niet voltooid, onvoltooid. Als voorbeeld, gisteren sliep ik. Als we naar de tijdlijn kijken, dit is het nu, maar op dit moment vertellen we over het verleden. En op het moment waarover we vertellen, was het slapen nog bezig, nog onvoltooid. Dus de onvoltooid verleden tijd. Wat is dan de voltooid verleden tijd? Bij de voltooid verleden tijd vertellen we over iets wat op een moment in het verleden al afgelopen was. In het verleden en voltooid. Als voorbeeld, ik was opgestaan voordat de haan kraaide. Ik was opgestaan is mijn voltooid verleden tijd. Opnieuw op de tijdsbalk. Dit is het heden. Op dit moment zijn we aan het vertellen over dit moment in het verleden, over de periode daar vlak voor. Wat was er op het moment in het verleden juist afgelopen? Voltooid verleden tijd. De onvoltooid toekomende tijd, dan gaan we de andere kant uit op de tijdsbalk. We vertellen over iets wat in de toekomst zal gebeuren. In de toekomst, dus
toekomend en het is nog niet afgelopen, het moet nog gebeuren, dus onvoltooid. Voorbeeld, ik zal morgen goed slapen. Als we op de tijdlijn kijken, hebben we hier het moment waarop we nu zijn, het heden. We kijken naar een ander moment in de toekomst en op dat moment zullen we goed aan het slapen zijn. Dus is het nog niet voltooid. Onvoltooid toekomende tijd. Hoe zit het dan met de voltooid toekomende tijd? Dan vertellen we over iets wat in de toekomst al zal afgelopen zijn. Toekomst toekomend, het zal al afgelopen zijn, dus voltooid. Als voorbeeld, ik zal morgen goed geslapen hebben. Als we op de tijdlijn kijken, vanaf nu kijken we naar de toekomst en op dat moment in de toekomst zal het slapen al afgelopen zijn. Zal het al voltooid zijn. Dus vandaar de voltooid toekomende tijd. Dan komen we bij onze speciale gevallen, de onvoltooid verleden toekomende tijd. In andere talen noemt men dat ook wel de voorwaardelijke wijs. Als er een voorwaarde vervuld was, zou er iets kunnen gebeuren. We hebben dus de OVT van zal en het gebeuren is onvoltooid. Voorbeeld, als ik een bed had, dat is mijn voorwaarde, zou ik beter slapen. Het slapen is in dat geval nog niet voltooid. Als we naar de voltooid verleden toekomende tijd kijken, dat is vrij gelijkaardig, dat is ook weer een voorwaardelijke wijze. Als er een bepaalde voorwaarde vervuld was, dan zou er iets gebeurd kunnen zijn. Er zou iets, de verleden tijd van zal, en het zou al afgelopen zijn, dus voltooid. Als voorbeeld, als ik een bed had gehad, dan zou ik beter geslapen hebben. Nog een tip als je zelf aan het schrijven gaat. Gebruik in een tekst ofwel tegenwoordige tijden, ofwel verleden tijden. Ga niet in de tekst zitten switchen tussen die twee. Hierbij een voorbeeld van hoe het niet moet. Hij keek rond. In de verte ziet hij rooksignalen die hij nog nooit gezien had. Hij stapte op zijn paard en heeft zijn pistool getrokken. Hoe moet het dan wel als we het in de verleden tijd gaan zetten? Hij keek rond, hij zag rooksignalen die hij nog nooit gezien had. Hij stapte op zijn paard nadat hij zijn pistool had getrokken. Dus je blijft binnen de verleden tijd. Natuurlijk kan je dat ook in de tegenwoordige tijd doen. En dan krijg je dit. Zo, nu weet je alles wat je moet weten over de 8 tijden van het werkwoord in het Nederlands.